We zijn nu in Den Haag, in het Hand- en Polscentrum in het Haagse ziekenhuis aan de Sportlaan. Het bijzondere aan het Hand- en Polscentrum is dat we een nauwe samenwerking hebben met het Haagse ziekenhuis. Sophia's revalidatie zit in het Haagse ziekenhuis. We hebben heel intensief samenwerken met de plastisch chirurgen, de orthopeed, de reumatoloog. En daar hebben we een heel specialistisch team voor klaarstaan om de revalidatievragen die daaruit voortkomen te gaan oppakken. Nou, dat team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten. Daarnaast is er een revalidatiearts betrokken, een physician assistant, een secretaresse en een planner. Hier voor het handenteam werken we over het algemeen op stoornisniveau. Dus mensen die hebben een operatie gehad of een trauma gehad en komen dan heel snel al in behandeling. We hebben een aantal richtlijnen, protocollen. En als het goed is, aan het eind van de behandeling hebben ze geen beperkingen meer. En dat is het verschil met de gewone revalidatie, waar mensen leren omgaan met hun beperkingen. Lily heeft 4 weken geleden in haar duim gesneden. En hierbij heeft ze een pees geraakt. En ja, nu volgen we het protocol zodat die pees goed kan herstellen, maar ook kan blijven glijden. Je mag hem even de duim strekken en ontspannen. Het elastiekje neemt de functie van de pees over die Lily kapot heeft gesneden in een veilige omgeving. Dus strekken, met de strekpees is niks mis. Die mag ze gewoon aanspannen. En tijdens het ontspannen, dan trekt het elastiekje de duim naar beneden. Lily oefent thuis dit ook elk uur met het strekken en het buigen van de pees. En hier in therapie haal ik de spalk er ook af en dan laat ik hem nog iets meer bewegen, zodat hij niet stijf wordt. En ik controleer ook of het topje van de duim niet te stijf wordt. Patiënten die hier komen, dat zijn patiënten met complexe enkelvoudige problemen in het gebied onder de elleboog, het gebied van de pols, de hand. Hele uiteenlopende oorzaken kan dat hebben. Het kan naar een ongeval zijn, het kan naar een complexe operatie zijn waar doorbehandeling voor nodig is. Daarnaast komt hier een groep met wat we noemen onbegrepen polsklachten, pijnklachten in de pols, waar we een specifiek protocol voor hebben. En tenslotte komt hier ook nog een groep kinderen die een complexe spalk aangemeten moeten krijgen. Ik ben in die positie. Mag jij hem vasthouden? En weer strekken. Yes. Lily heeft nu een polsbandje gekregen, want de pees mag, daar mag iets meer aan getrokken worden. En dus iets meer bewegingsvrijheid, dat je meer peesglijding krijgt. Steeds 's nachts, duim in gestrekt, droge kous. Is die voor jou? Ja, oké. Okay. Patiënten die bij ons komen, die kunnen verwachten dat we zoveel mogelijk evidence-based werken. Dat wil zeggen dat we werken volgens protocollen die gebaseerd zijn op nationale en internationale richtlijnen. Daarnaast mogen patiënten verwachten dat ze begeleid en behandeld worden door een team wat als een geoliede machine werkt, waarbij mensen elkaar scherp houden en waarbij mensen heel erg gedreven zijn om hoge kwaliteit te leveren.